dat betekent ook dat we moeten proberen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke materialen die we vinden op het eiland. Hoofdzakelijk, want ze wonen daar beneden. Dat waren de brokken lava van het ingestorte dak. Dat werd gebruikt om trappen, treden, terrassen te bouwen enzovoort. Hier links het eerste strandje van wat wij noemen Caleton Blanco. Caleton Blanco zijn een aantal kleine witte stranden hier in het noorden van het eiland, wit zand. Het is even... We komen langs Malanguatissa. Bij de dorpjes Malanguatissa zijn nog altijd velden, weinig, maar er zijn nog altijd velden met enkel alleen cactussen. De cactussen worden enkel alleen gekweekt voor een soort van parasiet die leeft op de cactussen. Dat is wat we noemen cochinilla. Cochinilla bladluis of schildluis. Die schildluis krijgt bij rode kleurstof. Rode kleurstof die wordt gebruikt in bijvoorbeeld het huis van César Manrique. César Manrique Stichting. Zodat César Manrique werd geboren op land in 1919. Hij werd geboren in Arrecife. Hij groeide op vlakbij het kleine oude haventje van Arrecife. Jacques de Sanguinès was zijn dagelijks leven rondom het kleine haventje. Dan César Manrique als kind maakte reeds prachtige tekeningen. Had gevoel voor vormen, voor kleur. Later was het zijn droom om kunst te studeren. César Manrique dan studeert kunst in Madrid. Hij volgde de kunstschool van Madrid, La Escuela de Bellas Artes de San Fernando. School voor schone kunsten van San Fernando. In die tijd, toen ze... Je hebt hier les formes, on voit dans les volcans. Les formes qu'il y a dans les coulis là, les couleurs qu'on a vues ce matin dans le parc national, ça reste là-dedans. C'est toujours là-dedans pour lui. Mais c'est là-dedans. L'île pauvre, l'île où il n'y a rien. Là-dedans, il y avait que la... Des pierres et des chameaux, il disait, sur les autres îles. Il y avait des problèmes ici. Et César Manrique, c'est lui qui a changé ça. Il disait, regardez, mais regardez, ouvrez les yeux. Ah oui, on a fait un petit tour, on a vu quelque chose. Non,